vorig jaar zijn we naar Ieper geweest en dankzij vakantieparticipatie. Heel goed. Dankzij vakantieparticipatie zijn we in het Flanders Fields Museum kunnen terechtgekomen met 40 mensen. En die hebben allemaal een geweldige dag gehad toen. Mijn zoontje die werd 11 en die heeft Bayernwald gekozen. Omdat hij in de loopgraven kon lopen. Zoals de soldaten dat deden tijdens de Eerste Wereldoorlog. En hij was daar super enthousiast. Ik heb daar keiveel foto's van genomen. Mijn lievelingsdiertjes zijn de pinguïns. En bij Karin zijn dat de giraffen. En dat is altijd heel fijn om te doen. En dan kan je op een schappelijke prijs, betaalbaar, zo naar de Antwerpse dierentuin of naar Plankendaal. En dat is heel fijn. De Japanse tuin in Hasselt, het Genever Museum, daar ga je niet meer naartoe geweest destijds. Ja, probeer eigenlijk. Mijn doelstelling is om tegen de tijd dat ik op pensioen ben, dit volledig een boek gedaan te hebben. Het vakantieaanbod ontstaat omdat zoveel partners samenwerken, de toeristische partners voorzien een korting, waardoor dat de prijzen verlaagt. De organisaties geven zorgen voor de begeleiding en de gepaste omkadering. Dus het is omdat iedereen knap samenwerkt in een netwerk van 2000 partners, dat er zo'n ruim en divers aanbod kan aangeboden worden. Dankzij vakantieparticipatie kunnen we een iets groter aanbod creëren en kunnen we ook meer kinderen meenemen. Want bijvoorbeeld vroeger konden wij wel op activiteit gaan, maar als ze dan naar een pretpark gingen of naar Technopolis of zo, dan was dat met maximum 8 kinderen. Terwijl nu, doordat de toegangstickets goedkoper zijn, kunnen we echt met veel grotere groepen gaan. En kunnen we ook vrijwilligers inschakelen om die groepen te begeleiden. Dus dat is eigenlijk win-win voor iedereen bij ons. Iedereen gaat er zomaar vanuit dat zomervakantie, dat dat 2 maanden lang plezier en spel en vakantie is. Maar niet alle kinderen kunnen op vakantie en daar willen wij graag aan tegemoet komen. Voor mij was het vanzelfsprekend om, ik zeg altijd, de maatschappij in de binnenkort te zien van de hoeve. En daar hoort een persoon bij die het financieel wat minder heeft of die een beetje mank loopt of een rolstoel heeft of een bepaalde beperking heeft. Als vakantiegangers terugkomen van hun vakantie, dan vertellen zij met heel veel pretlichtjes in hun ogen. Dan zie je dat ze daarvan genoten hebben. Want op vakantie zijn dat geen mensen met problemen, dan zijn dat gewoon vakantiegangers. En juist dat geeft een boost voor hun zelfvertrouwen. Het is goed dat er iets bestaat als vakantieparticipatie. Daar kunnen wij dan ons maatschappelijk verantwoord ondernemen aan koppelen en meehelpen om de vakanties aan te bieden aan de mensen die het echt nodig hebben. Zelf willen we allemaal bijeenzoeken, zo heel veel werk zijn. En wij zullen nooit zoveel mensen kunnen bereiken als dat vakantieparticipaties nu doet. Dankzij vakantieparticipatie krijg ik de bejaarde mensen bij ons uit een sociaal isolement, om u tegen te zeggen. En ze komen buiten, ze hebben nieuwe contacten, letterlijk nieuwe contacten. Soms mensen op 80-jarige leeftijd die nog nieuwe vrienden maken dankzij vakantieparticipatie. Dat kun je niet beter hebben. Sorry. Dankjewel. Voilà, heeft mij gelijk.